Dan, vraag 2. De laadpunten op het Twijndersplein voor het laden van de deelwagens die door de stad zullen aangeleverd worden. Hij staat er. Ik weet niet of je dat al gezien hebt, maar de laadpaal staat er al. Dus de plaatsing is al gebeurd. Alleen moet nu Fluvius nog passeren om de aansluiting finaal in orde te maken. Dus hij staat er, maar je kunt er nog niet gaan laden. Hè. Dus het is een beetje een antwoord tussen de twee. En daarin hebben we begrepen, het netwerk daar is zeker sterk genoeg. Daar ligt al 400 volt, want dat is natuurlijk een van de basisvoorwaarden. Anders duurt het wel lang om via Fluvius die aansluiting te krijgen. Dus de verwachting is, dat we nog een keer naar aanleiding van uw interpellatie, eigenlijk nog een keer nagevraagd van wanneer kan dat? En het antwoord vanuit Fluvius dat dat normaal eerstdaags zou moeten kunnen gebeuren. Gelet op het feit dat daar de aansluiting ligt en het eigenlijk maar de installatie aankoppelen is. Hè. Next. Dat gaat dan over de 601 laadpunten die we hier tegen 2030 zouden moeten hebben. Dus er zijn er al heel wat. Hè. En de 601 laadpunten moet je ook niet begrijpen als de 601 individuele punten. Je hebt er vaak wel dat er twee op dezelfde locatie staan. En als het een snellader is, of een ultrasnelle lader, dan krijgt dat apart een gewone snellader is, maal 10 bijvoorbeeld in equivalent. Dus dat is eigenlijk 601 laadpunt equivalenten dat je het moet bezien. Bon, neem niet weg dat er wel nog wat moeten bijgeplaatst worden als al die doelstellingen moeten gehaald worden. Dus we hebben er nu een 125 publieke en semi-publieke in onze stad. En wat je wel ziet is dat door de fiscale voordelen voor bedrijfswagens zie je wel een groei. Hè. Ook al kwam er recent in de pers dat het aandeel wat stagneert van de nieuwe aankopen van wagens, maar er blijft wel een sterke groei van het aantal elektrische wagens. En je ziet dat ook in het straatbeeld. Hè. Nu, al die mensen natuurlijk die zo'n auto hebben, die willen graag dienen laden. Veelal als dat via het werk gebeurt, is daar tegenwoordig zelfs al dat de werkgever dat zelfs financiert. Al dan niet deels en dat de mensen thuis dan zelf een laadpunt kunnen laten plaatsen vanuit hun, betaald door hun werkgever op hun eigen oprit. Natuurlijk, ja, mensen die geen oprit of geen garage hebben, die zijn daar niet veel mee. Hè. Dus daarvoor is er ook een apart systeem uitgerold. Hè. Dus de eerste laadpalen die geplaatst werden, dat was meer op initiatief van de overheid. En daarvan zijn er hier ook in Inhoven een aantal geplaatst. Maar nu is meer vraag gestuurd. En kunnen mensen die zelf geen laadpaal kunnen plaatsen, omdat ze geen eigen garage of geen oprit hebben, hun auto niet op eigen terrein kunnen stallen, die kunnen zo via een platform van de Vlaamse overheid zo'n aanvraag indienen. En dat werkt eigenlijk. Dat komt dan bij ons terecht, bij de stad. En wij moeten natuurlijk gaan beoordelen of dat daar wenselijk is om in die straat, waar dat dan iemand aanvraagt, om daar zo'n laadpaal te zetten. Want het is niet altijd omdat iemand vraagt dat dan nog plak verdienen zijn deur moet gaan zetten. Laat staan, misschien ligt er een 500 meter verder al, die ook zou kunnen gebruikt worden. Die procedure loopt, is ook, intussen hebben wij daar al verschillende aanvragen van burgers op beoordeeld. En met soms wat aanpassingen zijn die dan ook goedgekeurd geweest. Dat gaat erover in Aspelaren, ook in de weggevoerde straat staat er een en zo. Er zijn er zo een aantal, ik weet niet van buiten de lijst. Dus er zijn al een aantal goedgekeurd hier en ook al geplaatst via die procedure. En dat loopt. Dus je ziet dat netwerk organisch groeien. Hè? Want een andere manier om meer publieke laadpalen te krijgen is dan ook nog eens de fiscale voordelen die je daarvan hebt. Hè? Het is ook zo bij benzinestations of op Nalbertlaan, bij Walraven staat er ook zo een. Ja, het wel ondernemers die dat ook zelf plaatsen, omwille van dat dat wel fiscaal voordelig is om de installatie te dragen en dat ook eigenlijk kostendekkend is. Dat kost de stad in feite geen frank, behouden ze dan de tijd die onze ambtenaren daaraan investeren natuurlijk, hè, om er extra te laten plaatsen.
Dus in die zin kijken we hoe dat die vraaggestuurde werking verder evolueert. En als je dan ziet op de huidige kaart, dan lijkt het vooral dat we in de meer rurale deelgemeenten, Lieveringen, Polaren, Nijgem, daar zijn er nog geen. Hè. Daarvoor, het is al een keer even getwijfeld geweest, maar gaan we daar nu een aparte studie voor gaan doen. Dat is vanuit Solva aan ons ook aangeboden. Maar daar hebben we eigenlijk geoordeeld dat dat misschien van het goede te veel is. Dat zou ons dan ook weer een klein 10.000 euro gekost hebben. Terwijl, ja, je ziet op de kaart wat ze nodig zijn. En met dat vraaggestuurd systeem zie je dat die hiaten zichzelf aan het invullen zijn. Dus dat zijn we niet van plan. Maar we kunnen wel via datzelfde platform ook als lokale overheid aanvragen indienen. En dus het is wel de bedoeling dat we dan die manier ook gebruiken om dan de plaatsen waar dat er in Inhoven nog hiaten zijn, ik noem ze daarop, dat we daar dan ook zelf gaan kijken of dat we daar als overheid dan niet beter zelf toch ook nog eens die aanvraagprocedure laten lopen. Dus ja, dat wat betreft dan die particuliere aanvragen en dan plaatsingen en zo verder, dat gebeurt dan via een overheidsopdracht die de Vlaamse overheid in de macht gezet heeft. Momenteel is dat Engie die hier dan die plaatsing doet en ze zijn verplicht om dat binnen 6 maanden te doen. Wat dat er niet verplicht is, en dan kom ik terug op mijn voorgaande punt, is dat die ook al moeten werken. Dus Fluvius is dan degene die verantwoordelijk is voor dan effectief die paal ook te voeden. En dat kan zo soms wat langer duren. Ik zou een keer mijn tour moeten doen of een keer moeten navragen of dat er ondertussen van die nieuw geplaatste al operationeel zijn. Maar dat is ongeveer strategie hoe dat het werkt. En dat is wat gealineert mij dat in de rest van Vlaanderen ook gebeurt. En je ziet ook dat Inhoven daar in feite goed scoort. Als je ons met de rest van Vlaanderen vergelijkt, zitten we daar gemiddeld. Hè. Het donkerder kleurt op de kaart in Gent of in Antwerpen of zoiets. Maar bij ons zit dat zeker nog niet onder het gemiddelde en zit dat wel goed. Ik ben blij dat Fluvius eerstdaags die 400 voltleiding gaat komen leggen. De paal staat er al, we zijn al ergens. Dat dat nu een jaar duurt en dat dat nu plotseling eerstdaags gaat gebeuren, dat stemt mij blij voor de mensen die in een auto hier zouden moeten komen. Nu, wat je zegt van die publieke en semi-publieke palen, er staan er 125. Ik had mijn informatie gehaald uit dat klimaatpact. Daar spraken ze nog van 99. Die zullen een beetje achteruit zijn. Ja. Dus er moeten er 660 zijn. Dat wil dus zeggen dat er nog 107 per jaar moeten bijgezet worden. Nu, je zegt dat daar, hè, we bespreken dat in college. Ik volg dat ook natuurlijk, want dat interesseert mij. En wat zie ik? Als er 6 aanvragen zijn, dat er meestal 3 afgekeurd worden en dat er dan bij 3 nog altijd wordt een beetje geschoven, hetgeen dat logisch is. Dat versta ik. Dus dat wil dus zeggen dat er veel palen zijn die ook nog geweigerd worden. Dus voor 107 per jaar te zetten. Nu weet ik ook van handelaars die er graag zetten, want die worden financieel ondersteund. Iemand die zo'n semi-publieke paal zet als handelaar, die kan die een 150% aftrekken. Nu zijn er handelaars die er willen 6 of 7 of 8 zetten en die krijgen dan te horen, ja maar dat gaat niet lukken, want een elektriek is hier niet zwaar genoeg, we kunnen die niet zetten. Dat is dus het probleem, hè? Dus dat is de realiteit met elektrisch laden die een mens kan daar een financieel voordeel aan doen, want hij kan dat aftrekken voor 150%. Je zou moeten gek zijn als je het niet doet, als je het kapitaal hebt voor dat te doen. En dan kan hij ze niet zetten, omdat ze niet kunnen leveren. Dus dat, ja, die mens kan er niet aan doen, maar wij zitten er hier toch mee. Dus voor de maatregelen talen van het klimaatpact vrees ik ervoor dat dat een beetje een utopie is. Nu, je zegt daar, Inhoven scoort goed. 2,49% is uitgevoerd. Ik vind dat niet goed scoren, ik vind dat belachelijk laag. Hè. Dat was trouwens ook een van de redenen waarom mijn tussenkomst hier gedaan heb. Hè. En dan geen evaluatie, een bestek, omdat dat nog niet goedgekeurd is. Dat staat wel in dat bestek in. Ik heb die nu jammer genoeg niet mee, maar ik zal u dat een keer bezorgen. Dat staat daar klaar en duidelijk in. Als je dat toegewezen hebt aan Cambio, als die hier, tenslotte werken ze hier, hè. Dat werkt, hè. Dat Inhoven het recht heeft voor dat op te vragen en dat er minstens jaarlijks in januari een evaluatie moet gebeuren. Dat staat daarin. Ja, dat hebben jullie zo beslist. Ik heb het gehaald uit de notulen van het college. Dus, dat is waar dat ik mijn mosterd gehaald heb. Hè. Ja, dat staat erin. Het zal u bezorgen. Ik moet er niet ver achter zoeken, eigenlijk.
In Okegem trouwens is er wel al een laadpaal ook operationeel. Dan ja, het Twijnserplein, daar moet op zich geen 400 volt worden aangelegd, dat ligt er al uit, dus puur de aansluiting maken. Weigeringen, want inderdaad, een aantal van de weigeringen die we op Scheepcollege doen, zijn natuurlijk gemotiveerd. Ja, als het niet gaat, als er daar het netwerk niet sterk genoeg voor is, dan gaat het gewoon niet. Dat is, Fluvius heeft daar een heel plan over om Hans Vlaanderen eigenlijk, de grote nettransitie, ze geven zichzelf daar 10 jaar voor, om ons land klaar te maken voor de uitdagingen die er zijn. En dat gaat niet alleen over elektrisch laden, dat gaat ook over elektrisch verwarmen, dat gaat over zonnepaneel, want dat is nu ook al zo. Als je in bepaalde, maar meer afgelegen gebieden, waar dat net niet sterk genoeg is, een extra zonnepaneelinstallatie bijvoorbeeld wensen zetten, kan het ook al zijn dat het niet is vanuit Fluvius, omdat het netwerk het daar niet toestaat. Dus daar is een plan voor uitgerold. Nienhoven zit daar eigenlijk vrij goed. We hebben niet gigantisch veel extra cabines bij te bouwen en dergelijke meer, maar dat wordt wel uitgerold de komende jaren. En dat kan inderdaad zijn beperkingen geven, ook voor het plaatsen van al dan niet publieke laadpalen. Alleen. Ja, ik wil nog niet resterende. Inderdaad, alleen ik merk dat je op de hoogte bent van een aantal aanvragen van die laadpalen van bedrijven. Er zijn op dit moment een aantal in aanvraag en bedrijven die komen bekijken zijn, dat ze dat publieke parkings kunnen aanleggen met laadpalen. Hè. Die zijn lopende. Dat is natuurlijk omgevingsvergunning plichtig. Dus dat duurt altijd een tijd voordat dat er komt. In het kader van de aanvragen herinner ik mij dat een aantal maanden geleden, ik heb nu het exacte cijfer nu, dat er een teller ergens op 172 particuliere aanvragen stonden voor Nienhoven. Dat is al een tijd geleden, dus waarschijnlijk, ik ken nu de recente cijfers, ik zal ze een keer opvragen aan hoeveel, welk aantal er zitten. En als ze geweigerd worden, ja, dat wordt bekeken met nieuwsmobiliteit, dan is dat enerzijds, zoals Van Stijn zegt, ja, soms kan het technisch niet, maar anderzijds kan het soms ook, wordt ook geweigerd in kader van veiligheid. De plaats waar dat ze dat zou willen doen, dat dat geen goede plaats is in kader van veiligheid. En dan worden die inderdaad geweigerd. Andere plaatsen, ja, stimuleren wij natuurlijk. Hè, en gaan we daar zeer graag op in om die laten goed te keuren. Bon, dan gaan we eigenlijk over naar openbare werken. Het aanbrengen van de grondmarkeringen voor de parkeerplaatsen in de Biezenstraat. Dat zit eigenlijk in bestek inbegrepen bij de aannemer. Dus je weet dat we volle mak in de handelskernvernieuwing bezig zijn. En daar worden zo van die roestvrijstalen nagels voorzien. Je ziet dat nog in veel andere steden. Het zou wel lelijk zijn om daar te beginnen lijnen te verven en te doen. Dus dat zijn van die roestvrijstalen nagels die plekken zullen afbaken. Ik kan u zelfs een diameter geven van 150 millimeter dat dat zullen zijn. Ja, en dan, daar kwam mijn haar van recht. Je gaat daar, wat is het, roestvrij stalen nagels in de grond kloppen? Ja, wacht. Dat gebeurt. Ah, wel, je moet een keer de wegcode lezen hoe dat een parkeerplaats moet aanduiden. Dat moet je een keer, ja maar nee, je moet niet blazen. Weet je, de politierechter, die ene blaast er niet. Dat is zo een van die regeltjes die moeten strikt gevolgen. Dat is niet naar de geest van de wet, die je moet je strikt volgen. En daar staat dat een parkeerplaats aangeduid wordt op een bepaalde plaats met wegmarkeringen. Dat zijn geen nagels, dat staat schoon beschreven. Het kleurtje zelf staat er ook bij. Je mag van hier knikken zo heel als dat je wilt, het is zo. Wat dat betreft, dan de markeernagels, ja. Om met de wegcode in orde te zijn, moeten we vooral ook de juiste borden zetten. Hè. Maar de markeernagels, hè, dat is een gangbare praktijk. Hè. Niet alleen in Vlaanderen, in heel Europa, hè, dat er van die roestvrij stalen markeernagels gebruikt worden om parkeervakken aan te duiden. Dat is echt niet een of andere science fiction dat we hier nu in Nienhoven hebben uitgevonden. Au contraire, dat wordt frequent toegepast in veel steden en gemeenten. Ja, dus dat is in orde. Punt. Voilà, veel meer heb ik daar niet aan toe te voegen. Nu wat Stijn betreft, Ik heb het gevraagd aan mij. Ik vind dat stuitende, Stijn, als schepen van mobiliteit, dat jij hier zegt, ja, ze doen het op een ander ook. En ze zetten daar nagels en dat wordt overal gebruikt. Stijn, er is nog altijd een wegcode. De wegcode, daar staat klaar en duidelijk beschreven hoe dat een parkeerplaats aanduidt en waar dat je kunt parkeren. Als jij dat doet met nagels, dat stond nergens in, dan heb jij een probleem. Zo eenvoudig is dat. Dus ik raad u dringend aan, een keer het verkeersreglement te lezen en u aan te passen.
toepassen op die manier. Zo eenvoudig is het. Dat je de mening akkoord zet, dat is mijn probleem niet. Ik kan maar vertellen wat de wetgever zegt. En daar zet jij u niet bereid van u aan te houden, omdat je roestenageltjes wilt in de straat kloppen. Nee, maar dat is zo. Dat is gewoon, lees het. Ik heb dat niet uitgevonden. Ik zeg dat niet om moeilijk te doen. Ik zeg gewoon hoe dat in het verkeersreglement staat. En hou u daaraan.